Welkom vanaf het sportcomplex in Ruinewold, een heuse degradatie kraken dus, want de plaatselijke VV krijgt bezoek van hekkensluiter Dwingelo. Dat niet veel te juichen had dit seizoen en helemaal niet als het al in de 7e minuut op een achterstand komt. Een superstart voor de ploeg van Johnny Wassenaar. Het schot hier van Bert de Boer verdwijnt achter doelman Lars Bouw. Het is Joris Jans die nog probeert de bal uit het doel te krijgen, maar tevergeefs. En zo staat zijn ploeg al heel snel dus op een 1-0 achterstand. En dan moet het in de achtervolging, maar het is Ruinewold die het betere spel op de mat legt in het begin van de eerste helft. De kopbal van Wietse Wagenaar belandt in de handen van de doelman. Dan na een kwartier spelen is het toch Dwingelo dat ook maar eens is begonnen met aanvallen. Hier de bal voorgegeven wordt en op de lat wordt gekopt door Nemo de Vries. Toch een aardige mogelijkheid hoor, op de gelijkmaker. Ja, het zit dan ook niet echt mee. Misschien is dat ook een beetje het lot van ja, die laatste plaats in de competitie. Dat je het geluk ook niet altijd mee hebt. Maar goed, hij moet er gewoon natuurlijk in als je nog een beetje aanspraak wil maken op de overwinning. Ook al is het nog heel vroeg in de wedstrijd. Hier het schot van Giel Kooijker. Knappe redding van Bouw. Kooijker die niet veel later ook het veld moet verlaten met een blessure. Je ziet het hier al een beetje aan zijn gezicht. In overleg met de verzorger verlaat hij dus het veld. En op zich mag trainer Johnny Wassenaar dan blij zijn dat hij vandaag 5 wissels mee had. Dat luxe probleem, want het tweede elftal had besloten om even een lekker weekendje naar Terschelling te gaan. Indirect ook de reden dat Wassenaar heeft besloten om na 25 jaar het trainingsvak vaarwel te zeggen. Hij kan zich niet langer vinden in de mentaliteit van de nieuwe generatie. En dus zien wij hem niet meer terug in het trainingsvak. Dan verder met de tweede helft. Dwingelo dat nog steeds in de achtervolging moet en hier een enorme kans krijgt op de 1-1. Maar oog in oog met de keeper wordt er hier overgeschoten door Fabian Bosker. Dan de corner van Dwingelo, een paar minuten later. Nemo de Vries weet hier Menko Groen te vinden. Dan toch 1-1 in de 49ste minuut. De stand weer gelijk. Daar heeft zowel Ruinewold als Dwingelo helemaal niks aan. Maar wel weer hoop dus voor de bezoekers. Een intikkertje hier voor de jonge Menko Groen. De ploeg van Filip Karhoff heeft sowieso een erg jonge leeftijd. Hij heeft ook, we kunnen het links op de bank zien, maar 2 wissels tot zijn beschikking. Ja, meer heeft het elftal eigenlijk ook niet. Ze hebben 13 à 14 selectiespelers. Dat maakt het extra moeilijk. Wat het ook extra moeilijk maakt is dat het hier eigenlijk een paar minuten later na de gelijkmaker alweer op een achterstand komt. Het is de vrije trap van Brian Heinz. Hij weet het hoofd te vinden van Marnix Brand. In de 52ste minuut staat Ruinewold dus weer op een voorsprong. Die o zo belangrijke voorsprong. Want met deze overwinning die er misschien aan zit te komen, kan het uit de directe degradatiezorgen komen. Helemaal als de scheidsrechter fluit voor een handsbal en een penalty geeft. Ongelukkig voor Nick Zanting. Ja, hij wijst naar zijn arm. Ja, het is echt je arm. Dat is echt een penalty. En dan mag de eerdere doelpuntenmaker en aanvoerder Bert de Boer plaatsnemen achter de bal. En is het 3-1. Gooit ermee de wedstrijd in het slot, want de wedstrijd bloeddood. En zo kan de ploeg van Bert de Boer weer even ademhalen. De directe degradatie ontlopen, dat is onze doelstelling. En daar hebben we vorige week goede zaken gedaan. Deze week weer goede zaken. En dan hopen dat we ook nog wat puntjes kunnen pakken tegen Hode of Bijlen. En dan hopen dat de concurrentie blijft verliezen. Filip, kun je zachtjes concluderen dat het wel heel moeilijk gaat worden om je te handhaven in die derde klasse C? Ik denk dat je gelijk hebt. Het is voor ons moeilijk. Het blijft moeilijk. Maar goed, we zijn er nog en we leven nog steeds.